Dankjewel Huub Stapel en Vivian Latassa voor het mij nomineren voor een mooie actie. Ik sta hier bij het inzamelpunt Geef Hier Jouw Jas, het inzamelpunt bij de provincie Limburg. Daar kun je de hele week terecht om een warme jas te doneren voor mensen die dat heel hard kunnen gebruiken. In Maastricht, maar ook daarbuiten. Ik vind het een mooie actie, ik doe er graag aan mee en het zou een soort sneeuwbal moeten zijn. Dus ik mag, nadat ik deze jas zodanig heb uitgedaan, ook nog 3 mensen nomineren die misschien ook wel in de kast kunnen kijken voor hun jas. En ik dacht in eerste instantie aan Bastiaan Klomp, die president is geworden van de Maastrichter Vastelavond en die met zijn tempeliers gegarandeerd wel ergens jassen over heeft voor dit mooie doel. Dus Bastiaan, doe je best. En een tweede dacht ik aan Roland Nievergeld, die bezig is met het Reuzengilde om in juni volgend jaar weer een mooi reuzenfeest te maken. Nou, binnen dat Reuzengilde moet toch wel ergens een jas te vinden zijn voor dit mooie doel. En tenslotte dacht ik aan Margot de Kok met de Lions Club Maastricht 6211. Die naar mijn smaak echt een type is die wel in is voor actievoeren. En volgens mij passen damesjassen daar ook bij. Dus ik roep haar op om een paar jassen te komen inleveren. Ik doe graag deze jas uit. Dit is een mooie jas die naar mijn smaak misschien 2 of 3 keer gedragen is. Hij gaat naar het goede doel. En ik de 3 genomineerden, dus Roland, Bastiaan en Margot, laat mij niet in het hemd staan. Ja?